Cargo, we hadden eigenlijk over het niet communiceren of gebrek aan communicatie tussen een vader en een zoon over generaties heen en wat dat teweeg brengt. Dus daarover gaat het. Maar heel die setting, dus heel die menselijke problematiek, is gezet binnen het kader van visserij. Omdat dat een heel mooi gegeven is, dat binnen. De film gaf voor mij over, vooral over een vader-zoon relatie. Vooral dat, je had Roland, die ons drieër vader is, hoe dat wij daar tegenover staan. En toen had je de relatie Sam en Sjeeltje, die ook getekend wordt. En de erfenis van een minder goede relatie met je vader, wat dat doet met je na je opvoeding van je eigen kind toe. Ik denk voor mij gaat dat daarover. Dat is ergens de rode draad. En of dat het zozeer over de visserij gaat, ja, misschien ook tussen de truckchauffeurs kunt doen. Maar dat het zich in een marginaal beroep, marginaal in de zin van aan de rand van de maatschappij, beroep afspeelt, is het bedje waarin dat verhaaltje van vader-zoon wordt vertaald. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.